En ik heb mevrouw nog zo gewaarschuwd. Maanden geleden al, begin oktober, meteen toen ik het aan zag komen. Ja, het kan best zijn dat ik toen te voorzichtig ben geweest. Gewoon omdat ik niet goed durfde. Het was ook ijzingwekkend, die boodschap. Verschrikkelijk. Haar zoiets te moeten zeggen over de man op wie ze haar hele ziel heeft ingezet. Voor wie ze haar lijf heeft afgebeuld tot haar spieren ervan scheurden en het bloed in haar schoenen stond. Oh, het ijzer in die wil. Ze heeft voor hem gestreden als een straatmeid en hem veroverd als een stratege. En nou dit. Hoe kun je iemand die lief heeft voor zoiets de ogen openen? Natuurlijk, het past niet dat een man als ik over zoiets begint. Maar iemand moest het toch zeker doen. Ik heb het zo rustig mogelijk gebracht. De zaak doen bijna, zoals ik meld dat het pad klaar staat. Of dat er aanmaakhout moet komen. Het laatste wat ik wilde, was haar pijn doen. En aan het schrikken maken. Maar ja, mij doet het even goed pijn, ons allemaal hier in huis. Maar mij misschien nog net iets meer. Ik, die elke dag... Uit zoveel uur, die elke dag zoveel uren met optrek, had ik het dan zomaar stilletjes moeten laten gebeuren. Terwijl ik toch zie wat er gaat komen. Ik weet als geen ander wat ons vandaag te wachten staat. Ik verzin het niet. Ik heb het allemaal al eerder zien gebeuren. Vroeger in Sils Maria. Niet nog een keer, dacht ik. Niet nog een keer. Maar dat is die Peter die dat, dit is ook ongeveer alles wat we van hem weten dat hij dat gedaan heeft. Dus dat gaf mij de kans om voor hem ook een leven te bedenken waarin eigenlijk verandering nodig is. En het leek me interessant om, hij is eigenlijk iemand die tegenovergesteld het leven leidt aan de levens van de anderen. Geboren in die bergkom en daar eigenlijk nooit uit geweest, maar hij heeft een verlangen om dat te doen. En hoe kom je nou door het zien van die... grote mannen die grote beslissingen in hun leven nemen. Hoe kom je tot het moment waarop je zegt, nou, ik moet ook een beslissing in hun leven nemen. En dat is zijn verhaal.